Ja, Ivo, vandaag de eerste training. Het gaat langer geduurd, graag zei even gaat langer nodig. Maar het is nu toch echt zoiets op het nieuwe complex. Eindelijk, ja. Na 21 jaar rondtrekkend circus te zijn geweest. Ja, ben ik blij dat we gewoon vanaf vandaag 3 eigen velden tot onze beschikking hebben. En ik denk dat ze er prima bij liggen in een mooie omgeving. Ja. Dus heel blij dat we dit hebben kunnen realiseren. Ondanks de hoos ben je inderdaad van de afgelopen week. Het ziet er fantastisch uit. Ja, zoals gezegd, hier hebben we bereikingsinstallatie en drainage ingelagd in deze velden. Dus ja, weer belangrijk is ook gewoon dat we dadelijk in de mindere periode qua weersomstandigheden, dat we dan ook over goede velden beschikken. Dus maar ja, daar heb ik alle vertrouwen in. Goed zo, weer een stapje vooruit voor deze schone club. Ja, geweldig, hè. Felix, neue Torhüter bei Fortuna. Wie hat es gefallen, den ersten Trainieren? Gut, ich habe einen guten Eindruck. Die Mannschaft hat mich richtig gut aufgenommen. War jetzt der dritte Tag. Wir hatten gestern und vorgestern Conditioning Training und Medizincheck und sowas. Und sehr gut, sehr positiver erster Eindruck. Wir machen Fan-TV, habe ich dir gesagt. Hast du ein kleines Wort für die Fans von Fortuna im Kamera vielleicht? Hallo Fortuna-Fans, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich hoffe, wir können uns bald mal im Stadion sehen oder neben dem Platz auch. Und ja, ich freue mich. Die Mannschaft ist großartig bis jetzt. Das werdet ihr auch sein, denke ich. Und ja, bis dass wir uns sehen. Sebastian, nach einem kurzen Urlaub zurück auf den grünen Rasen. Wie gefällt das? Ja, kurz war der Urlaub nicht. Also haben schon genügend Zeit gehabt, um zu regenerieren, mal mit der Familie zu sein. Aber heute ist immer wieder schön, zurück zu sein, alle Gesichter wieder zu sehen, Teamkollegen wieder zu sehen, Spaß zu haben, Turniere zu gewinnen, unser Team, Tore zu schießen. Ist sehr, sehr schön, ja. Nur der Elfmeter, der war nicht rein. Nee, der war nicht drin. Nee. Ich wusste, dass die anderen den reinmachen. Nein, okay, das kommt noch. Und den neuen Platz? Ja, wir sind froh, dass es jetzt alles so geklappt hat, dass wir jetzt hier 3 Trainingsplätze haben, wo wir jeden Tag drauf trainieren können, auch wechseln können, vor allen Dingen nicht wie in der Vorzeit. Deswegen, der Platz ist sehr gut, in sehr gutem Zustand. Ich denke, da geht immer noch ein bisschen mehr, aber wir sind sehr, sehr froh darüber, dass wir jetzt den eigenen Platz hier haben. Okay, danke dir. Ja, Daan, we zagen je een tijdje geleden bij de Fortuna Academy het item wat we daarover hadden. Vandaag bij de grote jongens. Ja, ik vind het echt niet te geloven hoe snel het is gegaan. Ik ben er ook erg blij mee. En ik krijg nu een weekje de kans om even te laten zien. En ik hoop dat ik die goed ga benutten. Ja. Hoe bevalt zo'n training? Ja, ik moet zeggen, bij het begin was wel even wennen. Dat niveau lag veel hoger. Maar uiteindelijk begin je die training te komen en dan begint dat toch wel meer te komen. Je weet meer hoe het niveau is eigenlijk. Dus ja, dat is wel makkelijker nu. En wie zijn dan de jongens die je erbij betrekken? Ja, dat zijn natuurlijk de grote jongens die we ook op tv kennen, die vooral je daarin helpen. En ook jongens van de onder 21 die ook even mee mogen doen. Die helpen me ook daar goed in. Dus daar ben ik wel blij mee, ja. Ze vangen me goed op, ja. Flinke stap aan het zetten. Ja. Laten we hopen dat het allemaal doorzetten. Ja, ik hoop het ook, ja. Ja, gestaag weer een volgend talent wat kan aansluiten bij de selectie. Ja, mooi ik hoop zijn. Het. Het zou top zijn, ja. Hartstikke mooi. Super. Heel veel succes ermee. Is goed, dankjewel. Hè. Cool, daar zijn we weer. Eerste training, nieuw complex. Wie bevalt dat? Ja, super. Veld leed er goed bij, dus lekker weer. Lekker om het terug te zien. We hebben gretigheid gezien
We hebben een Jos Ulte gezien, met name de nieuwe spelers even lid zijn wat er van ze verwacht, denk ik. Ja, weet ik niet, ik ben zelf niet nieuw, dus dat heb ik zelf niet gemerkt. Maar ja, trainer is gewoon wie anders ook is, gewoon scherm naar iedereen, denk ik. Niet specifiek naar de nieuwe spelers, maar nee, we hebben een heerlijke training gehad, lekker fel. Dus ja, het was een prima training. Verwaardig weer zien in het stadion. Daar verheugen voor ons allemaal op. Misschien een klein uurtje naar de fans nog. Beste Fortinezen, ik hoop ook heel snel weer in het stadion te zien. Mooie momenten met dochter mee te mogen maken en ook gezang te huren om ons naar de overwinning te schreeuwen. Tot snel. Ja, Arjan. Eerste training vandaag, deze week contract getekend. Dus ja. Nu als echte voetbalprof door het leven. Ja, ja, en nu is het officieel. Dus ik ben er super trots op, blij mee. Na al die jaren in de jeugd, nu naar het eerste elftal doorstromen. Het is mooi om mee te maken dus. Ja, vandaag een pittige training. Ja, vandaag een pittige training, de eerste veldtraining. Een paar testen gehad de afgelopen dagen. En vandaag gewoon weer vol erop. Dus, testen leggen ze uit, is dat conditioneel? Kijken ja, hoe conditioneel. Natuurlijk gewoon qua massa, lengte. Qua je sprongkracht en een beetje de details en zo, die ook erbij horen. Okay. Zag er allemaal goed uit, denk ik. Ja, zeker. Okay. Bij iedereen positief dus. Nou, zag mooi. Er goed uit. Ja, de training. Ik denk dat Sjors de draad weer oppakt waar hij hem vorig jaar, een paar weken geleden, even heeft losgelaten. Ja, zeker weten. Iedereen is gewoon weer knop omgedraaid. Hè. Vakantiemodus is uit. Dus iedereen weet wat voor een missie we hebben. En dat is gewoon hard werken. En het eindresultaat zie je vanzelf wel. Arjan, misschien nog een klein woordje naar de fans. Want die, Yes. Ja, fans, hopelijk zien we jullie snel weer in het stadion. En samen naar voren. Vandaag de eerste training. Grote groep, gretig denk ik. Tenminste, je deed er alles aan om gretigheid flink op peil te houden. Ja, ja, we hebben de jongens goed gezet. Mindset is denk ik het eerste. Natuurlijk, conditie is belangrijk, maar dat zit goed. Dat hebben we de afgelopen dagen kunnen testen. Ze staan er goed op. En dan is het vooral natuurlijk je mindset. Van de lekkere ontspannen, een beetje luie vakantiemodus. Weer naar het harde werken op het veld, waarin je na een teleurstelling toch moet omschakelen. En niet kan denken, nou weet je wat. Dat kan morgen ook wel. Je moet vanaf dag 1, dat was wel duidelijk. Een paar jeugdspelers ook erbij, zag ik. Ja, dat is het mooie van als wij wat open plekken hebben. Dan gaan we kijken naar de jeugd en daar zitten goede spelers in. Dat hebben we al met Ronan voor het vorig jaar veel gezien. Ronan Pluimer die het heel goed deed bij ons. En vandaag ook met Milan de Koe en Daan Bisschops. Twee jongens die het uitstekend deden op de eerste training. Ik had Daan ook even voor de camera. Hij zei in het begin is het even wennen. En op een gegeven moment ga je in die flow mee, word je meegezogen in dat hogere niveau. Ja, precies. Dat heb ik Daan ook gezegd. Want dat is een beetje aan het zoeken in het begin. Zij, het hoeft niet gelijk fantastisch te zijn. Je doet voor de eerste keer mee. Je mag wel even wennen. Ja, jonge jongens. Ja, de Roman is ook mooi. Weet je, dat is goed voor de club. De club stond bekend omdat ze zulke goede jeugdspelers lieten doorstromen. Ja, die gouden tijd is nog even weg, maar je ziet wel daarin dat het steeds beter gaat. Ja, toch deze week twee contracten voor jonge jongens. Arjan en Tom. Ja, daarom. Dus zijn denk ik hele mooie lichtpunten al. En ook voor de mensen in de jeugdafdeling die kaart werken. Een mooie motivatie om werk te blijven doen. Dat de jongens inderdaad kansen kunnen krijgen bij één. Alles is nog maar meetrainen, zoals bij bijvoorbeeld Daan. Dat is toch weer een eerste stapje. Daar word je alleen maar beter van. Precies, en als het goed vindt hij het nog leuk ook. Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Ja, dan staan we hier op dat nieuwe complex. Drie velden met drainage die goed werkt. Want er is van de week gigantisch veel regen gevallen. Het ligt er prachtig bij. Mooi hè? Ja, de club maakt geweldig veel stap. Ik zei het ook tegen de mensen van de krant. Ik denk dat Ivo Fennings nog heel veel meer krediet verdient
wat hij al met de club voor elkaar krijgt. Hij is al heel bescheiden, is vaak op de achtergrond. Maar als ik kijk wat hij allemaal voor ons regelt, of een stap in de club maakt, denk aan velden, maar ook op het stadion is geweldig veel al weer verbeterd. Ja, daar gaat de club zo vooruit. De club is zo aan het groeien. En het is heel mooi om daar onderdeel van te zijn, maar ik ben daar vooral Ivo heel dankbaar voor. En hoe hard gaat het met de reizende ster van Sjors Ulté? Nou, als we straks 3 keer verloren hebben, is die ster gewoon weer een vallende ster hoor. Dus ja, dat is voetballerij, nu is alles leuk. En, mooie nominatie, dat is fantastisch. Maar ja, dat is voetballerij. Straks staan we gewoon weer op 0. En moeten we gewoon weer gaan vechten om punten te pakken. 2 voetjes op de grond en hard werken. Ja, dat komt wel goed.